ben Lars Bouwman. Ik werk bij restaurant Uddelemeer. Ik heb hier een prachtig gerecht gemaakt. Dat is een beenhammetje. Dat is gemaakt van scharrelvarken. Dat doen wij licht in de oven, heel zacht garen. Met wat honing, wat verse tijm. Dit product is redelijk vettig van zichzelf. Vandaar dat het ook een mooi product is. Het vlees zal ook niet zo snel uitdrogen. Ik werk bij restaurant Uddelemeer nu 6 jaar. Als chefkok. Ik heb het erg naar mijn zin hier. Wij werken voor de rest nog wat meer met varkensvlees. Wat kophaas hebben wij, dat marineren wij zelf. Wat varkenshaas-saté maken we daarvan. We werken met varkenshaasmedaillons. Ja, varkens is eigenlijk een heel mooi product van de velen. De zomerkaart, verschilt die nou veel van de rest van het jaar? De zomerkaart die verschilt wel iets met de rest van het jaar. De rest van het jaar draaien wij in de winter bijvoorbeeld onze wildkaart. Dat is erg belangrijk. Ons bedrijf is ook erg gebaseerd op de Veluwe, het bos, dus ook zeker het wild. De zomerkaart, we werken natuurlijk met verschillende verse groentes op het bord. Dus daar proberen wij wel seizoensgebonden mee te werken. Dit gerecht, is daar heel veel vraag naar zo'n beenhammetje? Zo'n beenhammetje, daar is wel redelijk wat vraag naar. Ja, sommige mensen houden er niet van dat er een bordje in zit. Maar het bordje loopt precies recht door het stukje vlees heen. Dus je zal er heel mooi omheen kunnen snijden. En het is gewoon heel sappig vlees.